Heb jij ook het een of meer van jouw vingers of tenen paars, rood of blauw worden als het koud is? Dan kan het zijn dat jij het fenomeen van Raynaud hebt. Wil je hier meer over weten? Ik ga je alles over vertellen vandaag, dus blijf dan kijken. Dag allemaal en welkom in mijn spreekkamer. Ik ben de family doctor en ik ga het vandaag hebben over het fenomeen van Raynaud. En voordat we beginnen wil ik jullie laten weten dat ik ook te vinden ben op TikTok en op Instagram. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie me daar ook volgen. Verder wil ik vragen om je te abonneren op mijn kanaal en om het duimpje hieronder te klikken. Laten we beginnen. Het fenomeen van Raynaud is dat je vingers of tenen wit kunnen verkleuren door kou of door heftige emotie, zoals stress, boosheid en verdriet. Dit gaat meestal in 3 fases. Eerst worden je vingers of tenen helemaal wit en worden ze gevoelloos. Tweede fase is dat ze gaan tintelen of branden, een beetje pijn gaan doen en ze paars kunnen verkleuren. De derde fase is dat ze rood worden en warm. Vaak komt dit voor in de winter. Wist je dat 5% van de mensen hier last van heeft? Je kunt dit op elke leeftijd krijgen, maar meestal heb je dit tussen je 12e en 30e jaar. Een aanval van Raynaud is meestal binnen 5 minuten over. Hoe vaak kan je het krijgen? Nou, hoe vaak je het kan krijgen varieert heel erg. Sommige mensen hebben het maar 1 of 2 keer per jaar en anderen hebben het 1 tot 2 keer in de week. Waardoor krijg je Raynaud? Het fenomeen van Raynaud komt doordat bloedvaatjes in de tenen of vingers dichtgeknepen worden, waardoor er minder bloed naartoe gaat. Je kunt het krijgen zonder dat er echt een reden voor is. Dat is bij de meeste mensen het geval, 80 tot 90%. En dit noemen we het primaire fenomeen van Raynaud. De aanleiding is dan vaak kou of een heftige emotie. Vaak heb je het dan aan beide handen of voeten. En is het binnen 10 minuten weg als je uit de kou bent of als de heftige emotie over is. Het lichaam kan het al koud vinden als het buiten 15 graden is. Het hoeft dus niet zo te zijn dat je het alleen krijgt als het buiten vriest. Bij kou knijpen de bloedvaatjes samen, waardoor de vinger koud wordt. En als het weer warm wordt, staan de bloedvaten weer open, en waardoor de vinger weer warm wordt. Waardoor je bloedvaatjes samenknijpen door een heftige emotie weten we nog niet zo goed. Maar je kunt dit ook krijgen door specifieke oorzaken of ziektes. En dat noemen we het secundaire fenomeen van Raynaud. Dan heb je het vaak maar aan 1 hand of 1 voet. Heb je vaak veel meer pijn. Of het gaat niet na 10 minuten over als je uit de kou bent of de emotie over is. Je kunt het krijgen door een aantal ziektes die ik hier in de lijst heb gezet. Bijvoorbeeld als je bloed te dik is. Of dat je bloedvaten in de arm of in het been niet goed zijn aangelegd. Waardoor er minder doorbloeding is naar je arm of been. Het kan komen door een te traag werkende schildklier, door bepaalde medicijnen zoals beta-blokkers, SSRI's, dat zijn antidepressiva, interferonen en chemotherapie. Of door werkgerelateerde aandoeningen, zoals te veel hand-armtrillingen door handgereedschap door een drillboor of werk met PVC. Of door auto-immuunziekten zoals SLE, Sjögren, reumatoïde artritis en sclerodermie. Het kan ook komen door het cervicaal compressiesyndroom, waarbij een zenuw bekneld zit in de nek. Of bij de eetstoornis anorexia nervosa. Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen van Raynaud? Je kunt het eerder krijgen als je een keer migraine hebt gehad, als je vrouw bent, als het bij jou in de familie voorkomt en door roken. Stoppen met roken dus. Hoe weet ik of ik het fenomeen van Raynaud heb? Er is geen test of bloedonderzoek of scan of foto om te kunnen zien of jij het fenomeen van Raynaud hebt. Jij of je dokter herkent het aan jouw klachten. Vergeet niet deze video te liken en op de abonneerknop te drukken. Hoe kom ik er vanaf? Stop met roken. Want door roken is de kans op Raynaud groter. Het beste om te voorkomen dat je dit krijgt is om te zorgen dat je lichaam warm blijft. Dus niet alleen je handen en voeten, maar heel je lichaam. Draag goede handschoenen en sokken, het liefst voorverwarmd op de verwarming. Of gebruik hittekussentjes die je in je handschoenen of in je schoenen kunt doen. Ook wordt er door kinderartsen en reumatologen handschoenen aangeraden met zilverdraad. Het is niet bewezen dat het werkt, maar voor sommige mensen werkt het goed. Op het moment dat je zo'n aanval hebt, kan je ervoor zorgen dat het overgaat door je handen of voeten 5 minuten onder te dompelen in warm water. Hierdoor gaan de bloedvaten weer openstaan voor ongeveer 2 uur lang. Bij het primaire fenomeen van Raynaud is het zo dat bij 1 op de 3 mensen de klachten vanzelf overgaan. Hoe ouder je wordt, hoe minder vaak het voorkomt. Mocht je er toch veel last van hebben, ondanks dat je deze tips allemaal hebt geprobeerd, ga dan naar je eigen huisarts. De huisarts kan dan kijken of je niet stiekem toch het secundaire fenomeen van Raynaud hebt. Mocht je dit niet hebben, dan kan je huisarts je nifedipine of amlodipine voorschrijven. De
Dit is niet voor iedereen geschikt, bijvoorbeeld als je hartklachten hebt, of als je moeilijker poept, of als je zwanger bent, of als je zwanger wil worden. Als je het wel zou mogen nemen, dan kun je ervoor kiezen om het elke dag te nemen als het koud is buiten. Of het gewoon de hele herfst en winter in te nemen. Mocht je erachter komen dat jij het met name krijgt door heftige emoties, dan kan je met je huisarts bespreken waar je kan praten met iemand die jou tips kan geven om hoe om te gaan met deze heftige emoties, zodat ze misschien minder heftig worden en dus ook minder last gaat krijgen van Raynaud. Als jij te horen hebt gekregen dat je het secundaire fenomeen van Raynaud hebt, dan ligt het eraan welke ziekte je hebt, wat je eraan zou kunnen doen. Bespreek dit met jouw huisarts of met je specialist. Wist jij dat je contact kunt hebben met andere mensen die ook last hebben van Raynaud door middel van de patiëntenvereniging Hartenraad? Zie www.hartenraad.nl. Nee, deze video is niet door hen gesponsord. Deze video is helemaal niet gesponsord. Kan het ook iets anders zijn? Het kan ook iets anders zijn als de klachten niet helemaal overeenkomen met de klachten die ik aan het begin van deze video beschreef. Ga dan naar je eigen huisarts. Het kan bijvoorbeeld een bloedpropje in je vinger zijn als je, nadat je uit de kou bent gegaan, na 1 uur nog steeds last hebt van een witte teen of een witte vinger. Het kunnen bijvoorbeeld ook winterhanden of wintertenen zijn. Om daar meer over te weten, check mijn andere video. Het kan ook zijn dat je acrocyanose hebt. Dan worden je vingers of tenen blauw zonder dat ze pijn doen of gaan tintelen. Het kan ook komen door posttraumatische atrofie. Dan krijg je de klachten van Raynaud op een plek waar je vroeger letsel hebt gehad. Zoals een wond of een kneuzing of een breuk. Wanneer moet ik naar de huisarts? Bel je huisarts als je klachten niet overgaan na 10 minuten nadat je een warmtebad hebt gedaan. Bel ook je huisarts als je heel veel pijn hebt. Als delen van je vinger of teen zwart kleuren. En als er blaren ontstaan op de vingers of tenen. Ook is het verstandig je arts te bellen als je voor het eerst Raynaud krijgt na het starten van een nieuw medicijn of bij chemotherapie. Als je dingen uit je handen laat vallen of als je minder kracht hebt in je hand of voet, moet je ook je huisarts bellen. Je kan natuurlijk altijd je huisarts raadplegen als je wil weten of je niet het secundaire fenomeen van Raynaud hebt. Als je denkt dat het komt door een werkgerelateerde oorzaak, neem dan contact op met jouw bedrijfsarts. Dit was het voor vandaag. Klik op de duim hieronder en op de abonneerknop als jullie dit een nuttige video vonden. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Laat in de opmerkingen hieronder weten wat jullie van de video vonden en over welke onderwerpen ik het nog meer moet hebben. Heb een fantastische dag, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer in de spreekkamer.